Enzo Cornelissen maakte tegen Fortuna Sittard zijn basisdebuut voor Vitesse. Daarmee treedt hij in de voetsporen van zijn vader Tim, die tussen 2000 en 2004 147 officiële duels voor Vitesse speelde. Een prachtig moment voor de familie Cornelissen, die duidelijk over voetbaltalent beschikken. Het zit dus in de genen. Maar hoe denken Enzo en Tim daar eigenlijk over? Ik weet nog heel goed dat hij was hij 5 jaar. Toen deed hij al mee bij de F'jes. Eigenlijk moest hij nog bij de kabouters, zoals dat toen heette. En toen voetbalde hij in de, was wel een hoge elftal, F13 of F12 of zoiets. En allemaal kluitjesvoetbal, je kent het wel, maar hij ging altijd buiten het kluitje staan. En dan werd die bal op een gegeven moment naar hem toe geschoten. En dan was het heel makkelijk voor hem om te scoren. Zo scoorde hij aan een lopende band. En dat vond ik wel opvallend, dat hij dan toen al het inzicht had van hey, ik ga niet in die kluit staan, maar ik ga uit die kluit bewegen. En toen kwam Vitesse op een gegeven moment? Ja, al vrij vroeg. Zit geloof ik al voor het 10e jaar nu hier bij Vitesse. Ja, op mijn 9e. Ja. En toen was hij 1 jaar jonger dan zijn leeftijdsgenoten. Dus het was een klein mannetje. Ik heb nog 1 foto. Ik heb hem alleen helaas niet kunnen vinden. Had hij een duel met een jongen. En die was echt een beetje zoals afgelopen zondag. Een vrij stuk groter dan hem. Had jij al door dat jouw vader gewoon professioneel voetballer was? Had je dat door? Ja, joh, daar was ik me wel bewust van. Zag je hem vaak voetballen? Ja. Ik heb volgens mij, van wat ik me kan herinneren, van Utrecht elke thuiswedstrijd gezien. En de clubs daarvoor, daar kan ik me niet meer veel van herinneren. Ik heb ook achteraf te horen gekregen dat ik erbij was in Bremen en in Liverpool. Maar dat heb ik zelf niet meer bewust meegemaakt. Maar ik heb het wel allemaal gezien. Dus jij had denk ik best een druk trainingsschema. En dan heb je een zoon die ook moet trainen een aantal keer in de week. Hoe ging dat? Je mist natuurlijk wel veel dingen als je voetballer bent, want ja, op een gegeven moment gingen we ook met kerst voetballen. En soms met verjaardagen kon je niet mee, dus je moest er wel wat voor laten. Maar voor de rest was je ook wel weer veel thuis, omdat je soms als je 1 keer per dag trainde, ja, dan was je 's middags alweer thuis. Dus wel anders dan iemand die van 9 tot 5 werkt, dus het heeft zijn voor- en zijn nadelen. Ik heb heel veel wedstrijden niet gezien dan wel gezien, dus ja, dat is wel jammer natuurlijk. Als jij naar oude beelden van je vader kijkt, zijn er dan dingen die je al herkent in jezelf? Vooral die actiefoto's van mij, daar zie ik wel een beetje hetzelfde kopie. En qua beelden zijn een beetje niet echt vergelijkbaar qua voetballen. En als jij Enzo zou moeten beschrijven, zijn er dan dingen die jij terugziet van jezelf in hem? Ja, we zijn 2 totaal verschillende voetballers, ook al is het mijn zoon. Hij is links, ik ben rechts. Ik was rechtsback. Hij is verdedigende middenvelder of centrale verdediger. En als ik zie waarop hij nu staat, op welk niveau, dat had ik niet op mijn 18e. Het is gewoon een talent wat hij in zich heeft en wat hij er in al die jaren aan gedaan heeft om dat beter en beter te laten worden. Ik kan me nog goed herinneren dat ik bij Utrecht speelde en toen, mijn vader ging ook altijd kijken en zat hij vaak bij mijn vader op schoot of naast mijn vader. En ja, mijn vader is vroeger ook nog profvoetballer geweest, dus hij zat altijd de wedstrijd te analyseren. En Ernst zat erbij, dus na de wedstrijd kwam ik in de spelerszone en kreeg gelijk van hem te horen wat ik goed deed en wat ik niet goed deed. Dus ja, hij was toen al zo erg ver voor een jongetje van zijn leeftijd qua denken over voetbal. Ja, dat zie je nu ook wel terug in zijn spel. Je doet niet altijd alles goed tijdens de wedstrijd. En ik wil ook graag horen wat ik beter kan doen. En daar helpt hij me wel bij. Jij vertelde net, mijn vader is ooit wel profvoetballer geweest. Nou, je broer, jouw oom, Joeri, het zit echt in de genen, of niet? Ja, dat kan je wel stellen, ja. Dat is een duidelijk bewijs van dat het doorgegeven is. En ik hoop dat naarmate het doorgegeven wordt, dat het steeds beter en beter wordt. Hij maakte zijn debuut. Jij was er niet bij vanwege de corona. Nee, ja, dat is flink balen natuurlijk. Zijn debuut heb ik vanuit de bus gezien. We hadden een uitwedstrijd met de onder 21 bij Excelsior. En toen we hadden vertraging op de heenweg met de bus. En het liep allemaal nog uit. Dus we konden net de laatste 20 minuten zien. Dus uiteindelijk heb ik zijn debuut nog op een iPadje zitten kijken samen met Nicky. En zijn invalbeurt tegen PSV, ook vanaf de tv. En nu wist ik dan dat hij ging spelen. Ja, daar bouw je wel dat je er niet bij kan zijn. Ja, ik had in de ochtend was ik bij hem, dus toen hebben we even contact gehad. En na de wedstrijd heb ik hem gebeld.
Vitesse tegen Fortuna Sittard is een wedstrijd tussen de nummer 2 en 18 van de Eredivisie. Dit is een jochie nog, Enzo Cornelissen. Maar voor het eerst aan de aftrap in het grote mannenvoetbal mag hij zich dus presenteren. Trots ervan. Ik was echt heel gespannen voor de wedstrijd. En het is niet dat ik geen vertrouwen in hem heb, maar ja, dat heb ik als voetballer nooit gekend, zoveel spanning. Je hoopt gewoon dat het goed gaat en dat hij de dingen goed doet. En dat is meer vanuit dat hij gewoon kan terugkijken voor een goed debuut. Dus dat was wel apart om mee te maken. En dan speel je die wedstrijd afgelopen weekend. Volgens mij zijn de reacties die dan na die wedstrijd over je heen komen gewoon heel lovend en goed. Ja, dat is natuurlijk altijd leuk. Je hoopt dat je het goed doet in je eerste basisdebuut. Ook een belangrijke rol natuurlijk van Bazour. En ja, dan is het gewoon top als je die goed invult en dat je dan ook van iedereen leuke reacties krijgt. Dat geeft me nog wel meer zelfvertrouwen. Zie jij dingen in hem die hij nog moet verbeteren of waar hij nog aan kan werken? Ja, natuurlijk kan hij zich nog verbeteren en dat zijn punten waar hij zelf aan moet gaan werken. En sommige dingen kosten nu eenmaal tijd. Wie is er in potentie een betere voetballer? Ik denk Enzo. Staat goed, al zeg ik het zo.